Yo, ik ben Rick en welkom terug bij FeedsBeast Infinity. Dus, ik kom even terug van een mining trip, want de vorige keer hebben we natuurlijk de Big Reactor gebouwd bij onze Endario gebeuren en de toekomstige locatie van onze Applied Energistics. En toen dacht ik, oké, wauw, lekker spijkje. Toen dacht ik, hey, dat moeten we meteen even uit gaan proberen. Dus ik ben even een beetje wezen mijnen en ik heb een hele hoop zooi bij me, zoals je wel kan zien hier zo. En Er staan allemaal bloemetjes in grotten. Wat me wel een beetje verbaasde, maar goed. Maakt niet uit, dan hebben we extra bloemetjes om hier neer te zetten. En ja, deze bende gaan we nu allemaal even droppen, zeg maar. Nou ja, dat hoeven we niet. Maar ik bedoel, de meeste ores wil ik wel gewoon even in de IO bende gooien. Eens even kijken. Laten we dit ook even eruit halen. En de pearls gaan hierin. Nou, dat zal ik dan zo meteen allemaal even sorteren. Maar ja, dat gaan we dus even doen. En dan gaan we gewoon even een beetje testen hoe het werkt. En of het werkt op de manier waarop we dat willen. Ik heb trouwens ook een beetje de olie hier zo weggehaald. Ik begon het een beetje, ja, vervelend te vinden. Het begon een beetje in de weg te staan, zeg maar. Je kan het nog wel een beetje zien hier zo. Er is nog wel wat olie, dus we moeten nog even een manier verzinnen om dat weg te halen. Ik had het eerst zoiets van, oké, we pakken wel even een pomp. We craften er eentje, weet je wel. En dan even met een tank erbij of zo. Alleen, ik wist niet echt wat de beste manier zou zijn om een tank te maken. En ja, ik kon ook niet echt een goede manier vinden om een pomp daar aan te gaan sluiten. En ja, te laten werken op de manier waarop ik dat wil, zeg maar. Dus, een beetje te weinig inventory space. Nou, dan droppen we dit wel even hier zo. Hier wat is het? Nee, oké, mooi. Dat gaat daarin. Maar goed. Ja, dat is dus een beetje waar ik mee bezig ben op het moment. Even kijken hoor, zit deze chest ook al vol? Ja, benen. Bijna. Maar goed, ik heb dus in dit soort tanks heb ik dus de olie ingedaan. Meestal worden deze gebruikt voor XP tanks. Dan heb je zo'n soort van putje en dan ga je erop staan en dan gaat alle XP die je hebt, gaat in zo'n tank. Ik heb er nu alleen even olie in gedaan. Dus we hebben 3 volle tanks van 16 buckets. En dan eentje met 5 buckets. Dus dat is, ja, dat is gewoon prima naar mijn idee. Dit gaat weer eens even onze inventory in. Oeps. Dit stop ik altijd hier zo namelijk. En dat heb ik even weggedaan. Zodat we wat meer ruimte zouden hebben voor de mining. Maar goed, nou hebben we weer ruimte hierin nodig. Dus ja, laten we het hier even in dumpen. Maar we moeten binnenkort wel even wat gaan doen qua organisatie. Want ik bedoel, dit is echt een beetje erg is het wel. we hebben niet echt ruimte, maar goed. Hotza, dat gebruiken we nooit. En de gunpowder. Hotza, kijk eens aan. Maar goed. Ik heb ook even wat gedaan hier bij het huis. Oh, wacht. Deze dingen zijn ook zo vette. Deze hellhounds. Die vind je in de Nether. Het zijn soort van honden. Weet je wel, van die wolven. Maar dan zijn ze sowieso agressief. En ze zien een beetje anders uit. Maar je krijgt er van deze mooie hoofd erbij. En die kreeg opeens 2. Dus toen dacht ik, hey, die kunnen wel zo mooi naast onze netherportal hangen. En ja, ze zien er wel vet uit zo naar mijn idee. Maar goed, ik heb hier vast een pad gemaakt richting het huis. Een beetje met carpenters blokken. En natuurlijk hier gewoon de volle blokken en hier carpenters. En naar mijn idee ziet het er wel vet uit zo. Ik heb een beetje, dit is cobblestone gechiseld. Want ik wou niet het standaard pad hebben wat we ook normaal in onze survival wereld hebben. Zeg maar onze vanilla. Maar ja, ik bedoel, het lijkt er een beetje op, maar het is toch nog wel anders, weet je. Dus dat is precies wat ik wou. En natuurlijk met deze half-slabs hier zo is het ook weer anders. En in elke hoek van de half-slab, zeg maar, heb ik een glowstone dus gedaan. En dat zorgt er dus natuurlijk voor dat het licht geeft. Dus dat is zeg maar daar en daar. En dat is hier en hier. En dat is daar en daar. En dan helemaal naar beneden, zo de buitenste 2 hebben dat. En op die manier, ja, hoeven we niet per se verlichting ernaast te zetten. Of kunnen we hier en daar wat voor decoratie doen, weet je wel. Maar is het niet per se noodzakelijk. En verder heb ik een beetje geprobeerd te terraformen. Om ervoor te zorgen dat de heuvel er een beetje wat natuurlijker uitziet, weet je wel. Alsof het echt, ja, dat er wel mooi op staat natuurlijk. We moeten wel voor zorgen dat onze villa er mooi op staat. Dus daar ben ik een beetje mee bezig geweest. En verder, ja, Het komt bij elkaar. Het komt, ja, het komt zeker bij elkaar. En dan hier binnen verder nog niks. Niet echt iets gedaan. Ja, ik heb dit hier zo uitgewisseld met gechiselde marble.
Ik weet niet of ik dit al de vorige keer heb laten zien, maar zo niet, dan zie je het nu. Dus ja. Maar goed, voor vandaag. Ik heb geen idee wat we vandaag gaan doen, dus dat is mooi. Maar ik ga even checken bij de mining operatie op het moment, Hotza. En dan, ja, dan zal ik even wat gaan bedenken wat we kunnen doen. Misschien gaan we iets bouwen, misschien gaan we ons beginnetje maken aan Applied Energistics. Het staat nog een beetje open voor de kwestie, maar goed. Geef me 2 seconden en dan verzin ik het al. Oké, dan. Oh, oeps. Wat we in ieder geval als eerste even moeten doen is van het eiland afkomen. dit eiland is er natuurlijk al wel even. Maar ja, hij moet gaan. Hij moet gaan, ja. Hij zit een beetje in de weg. Met een beetje in de weg bedoel ik, hij zit echt in de weg gewoon. Dus ik denk dat het wel gewoon een goed idee is als we even naar boven gaan. En ervoor zorgen dat we het ding kunnen neerhalen. Wat ik jullie niet verteld heb, maar wat ik wel gedaan heb, is ik heb dit shovel ding gemaakt. Waarom had ik hem ook weer Eskimo genoemd? Ik had echt een hele leuke reden voor, maar ik ben het kwijt. Maar goed, dat zal ik je dan zo wel vertellen. En nu hebben we alle drie de 3x3 tools, zeg maar. We hebben hier de Cobalt Hammer. En daarmee kunnen we, zeg maar, 3x3 stone hakken. We hebben hier de Lumber Axe. Daarmee kunnen we 3x3 hout hakken. En daarmee ook volledige bomen. Zie je wel? Oh, zie je wel? Boom. En nou hebben we de Eskimo. Ik weet echt niet meer. En daarmee kunnen we gewoon 3x3 dirt, gravel en zand hakken, naar mijn idee. Dat zou gewoon fantastisch moeten werken. En ik zou dit eiland echt in no time neer moeten hebben. Dus dat zal ik even doen. En dan kunnen we zo meteen weer van het uitzicht genieten. Want dan hebben we geen mega eiland wat ervoor hangt, weet je wel. Dus dat is een beetje het idee. En BRB. Oké dan, dus het eiland is neer. En ik moet zeggen, het is... Oh, dat is zo jammer. Er zitten nog een aantal eilanden daar, maar goed. Maakt niet zoveel uit. Die vallen niet echt zo op, denk ik. Hoop ik. Nou ja, misschien moeten we daar dan even wachten tot we een jetpack hebben of iets. Maar goed, ja. De nieuwe tools helpen echt, dus dat scheelt. Ik probeer een beetje de blokjes te pakken. Ik wil eigenlijk alleen het dirt hebben. Want daar heb ik echt gewoon het tekort aan, vanwege het huis natuurlijk. Aangezien we daar natuurlijk overal dirt omheen moeten gaan bouwen. Want ik heb hem eigenlijk net iets te hoog gebouwd. Het had een stukje handiger geweest als ik een paar lagen dirt er gewoon vanaf had gehaald. En dan had gaan bouwen. Maar goed. Maakt niet uit. Nu hebben we een ander. Gewoon. Is gewoon ook wel wat, weet je. Waarom heet die Eskimo? Excavator. Ja, dat is waar. Het is een excavator. Daarom noemde ik hem Eskimo. God, dat ben ik toch grappig. Maar goed. Oké. Ja, we hebben dirt. Mooi, dat is fijn. Oké dan, dus ik ben een beetje gaan bouwen aan het huis nu, want daar had ik even zin in. Gewoon voor geen andere reden. En weet je, als je ergens zin in hebt, moet je het toch gewoon doen. En ik had zoiets van, laten we dakjes hierop opzetten, weet je wel. Dus dat ben ik gaan doen. Toen vond ik deze muur echt veel te plain. Geen details en zo, dat heb ik hier eens geprobeerd. Ik vind dit niks, dus daar moeten we nog even wat aan gaan doen. Ik kreeg opeens een ideetje. Maar goed, dat moet ik dan zo even in gaan voegen. Verder, daarboven heb ik wat gedaan. Gaan we zo al even heen. Ik heb hier zo'n extra muurtje, schotje erbij gezet, zeg maar. En hierachter is niks dan een cobblestone. Gewoon om het even op te vullen, zeg maar. En op die manier, ik bedoel, er zitten een aantal blokken tussen, zeg maar, voordat we hier zitten. Over hele plane muren gesproken. maar we hebben niet echt plannen voor je achter, zeg maar, dus het is niet zo erg, maar ik bedoel, ja, het is wel een beetje erg. Even kijken wat ik verder hier beneden nog gedaan. Oh ja, dit muur hier zo, en deze ingang hier zo. Ik dacht dat het wel leuk zou zijn als je, zeg maar, hier binnenkomt en je hebt aan beide kanten deze palmwood plank, zeg maar. En hierboven heb ik er ook een paar gedaan, dus ik denk dat wel aardig is zo. Misschien, ja, wie weet. We moeten hier natuurlijk uiteraard iets voorzetten, want ja, anders ziet het er niet uit zo, maar goed. En hier zo'n klein uithammetje, zeg maar. Waar we dan ook nog zo'n heel mooi dakje op gaan zetten. Wat we ook daar zo gedaan hebben. Hier zo. Maar goed, laten we even naar boven gaan. Want hier is eigenlijk waar het leuke gebeurt. Dus ik had hier eigenlijk dit gedaan.
Maar ik kreeg een ideetje om dat even uit te wisselen met dit. Zo. Hotsa, hotsa, hotsa en hots. Oeps. Dat is niet de bedoeling. Hotsa. Kijk eens aan. En dan op die manier weet je wel. Oh, eigenlijk kunnen we dan beter deze hele muur even vervangen. Oké. Of hele muur, hele rij. Laten we het daarop houden. Even kijken. Ik wil nog wel de onderkant deze bende hier zo hebben. Dus waarom? Why no connect? Why no place? Wat? En ik kreeg het idee om dat, zeg maar, hetzelfde idee aan deze kant te gaan doen. Dus dit allemaal te vervangen zo met carpenters blokken. Deze hier zo dan weer deze te doen. Dus van de buitenkant zie je geen verschil, maar vanaf de binnenkant heb je toch zo'n randje, weet je wel. Het leek me wel cool. Eens even kijken, als we dit nou eens even zo doen. Zo, zo, zo. Eens even kijken, ja, vanaf boven ziet het er wel vet uit. Dat gaan we zo houden. Maar vanaf de onderkant, ja, nee, dit is het niet. Dus daar wil ik dan gewoon dit houden, zeg maar. En kijk, dan zie je vanaf onder niks van. En zo lijkt het net alsof er gewoon een laagje hout overheen zit. En ja, dat lijkt me dan wel vet op die manier. Dus laat ik ook even deze kant dan nog verder met carpenters blokken gaan doen. Maar goed, weet je, nu we dit dus gerocht hebben. Zal ik je nog even de rest laten zien, want uiteraard. Oh, oeps. Ik deed er een verkeerd blok in. Ja, want uiteraard het is niet het enige wat veranderd is. Zo, oeps. Echt, die carpentersblokje moet zo precies zijn. Het is een beetje jammer. Oké, zo, zo, zo en zo. Kijk eens aan. Oké, dus wat ik dus hier gedaan heb, is ik heb hier zo boven heb ik zo'n randje gemaakt met carpenter stairs. En hebben we dan gechiselde oakwood ingedaan. Niet deze, maar een ander. En toen dacht ik, oké, wat zullen we dan eens hier zo onder gaan doen? Want dat zag er een beetje uit als dit. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Dus toen had ik zoiets van, nou, oké, dan doen we dit wel. Deze stairs kan je echt op elke manier plaatsen dat je wilt. Dus ook, zeg maar, zo. En met zo bedoel ik ze zo. In plaats van dat je ze alleen maar zo of zo kan plaatsen. Dus dat is sick. Dat is ontzettend handig. En anders zijn dit, zeg maar, slabs. En dat heb ik dan daar ook, zeg maar. En dan zorgt ervoor dat we, zeg maar, deze muur een beetje verbergen. Dan komen we hier bij het dak. Ik had eerst gewoon het dak, zeg maar, voor dit stukje hier zo gemaakt. En toen ben ik begonnen aan het afdakje voor het trappengat hier zo. En toen had ik van, ja, weet je, we kunnen het wel zo mooi afkappen. Maar ik bedoel, dan krijg je hier weinig ruimte. En ik wil natuurlijk wel een ruim gevoel hebben. Dus ik had zoiets, nee, dat gaan we niet doen. Dus toen had ik zoiets van, oké, nou dan doen we wel een plat dak hier zo. Het werkte niet helemaal met de carpentersblokken. Maar ik bedoel, weet je, dit randje gaat toch ook niemand zien. Dus zo erg is het niet. En ik wou hier geen volle blokken gebruiken, want dan zou de mobs opspannen. Ook al zou ik er wel licht in kunnen verwerken. Maar goed, je weet hoe het gaat. En ik bedoel, dit gaat ook niet helemaal mooi als je hier zo dus zo'n hoekding in wil zetten. Dan past dat ook precies niet, want dat steekt uit. En dat vind ik niet mooi. Dus weet je, toen had ik zoiets van, nou oké, dan doen we er niks daar. Hetzelfde geldt voor hier. En ja. Toen heb ik, zeg maar, hier een tweede stuk dak gebouwd. Dit hier zo vind ik helemaal niks. Dus wat ik dat ga doen, ik ga dat waarschijnlijk gewoon wisselen met een ster. Ja, dat ziet er een stukje beter uit. En dat ga ik dan ook even hier doen. Want dit ziet er. Dit vind ik niet mooi. Kijk ik ernaar, toen dacht ik, wauw, dat moeten we even veranderen. Zo. En zo. Hotsa. En kijk eens aan. En zoals je kan zien, het sluit lekker. Het sluit vrij mooi hier zo aan. Dus toen dacht ik, nou oké. Dan doen we wel zoiets. En dan hetzelfde geldt voor hier natuurlijk. Ik weet nog niet hoe of wat we hier zo gaan doen. Dus we moeten nog even bepalen hoe we dat dan willen gaan aansluiten. Maar stukje voor zeker komt zeker het huis bij elkaar. En dat is eigenlijk een beetje wat ik probeerde te vormen hier zo boven. Dus ik wil hier boven twee kamers hebben. Een slaapkamer. Dus dat is gewoon om mijn bed in te zetten, zeg maar. Daar wil ik makkelijk bij kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat we dit huis, zeg maar, gebruiken. Dat het er niet alleen staat voor ja, leukigheid, zeg maar. En een soort van hobbyistenkamer. Dat leek me wel een leuk ideetje. Voor, weet je wel, dit soort dingen. Voor de deco bench bijvoorbeeld. Want ik bedoel, waar ga je dat nou neerzetten?
Ja, in een hobbykamer, weet je. Dat leek me wel een leuk ideetje. Misschien kunnen we dan iets van decoraties er nog bij zetten. En ik weet nog niet of er nog andere leuke mods zijn die vergelijkbare dingen hebben die we erbij kunnen zetten. Dus ja, weet je, als je suggesties hebt voor dingen, laat ze dan achter in de reacties. Dan zal ik er zeker even naar kijken. Maar voor het moment, weet je, de kamer is nog niet eens gebouwd. Dus ja, dat zou ik je niet kunnen vertellen. En dan wil ik hier zo wil ik een balkonnetje hebben. En ja, dat zou allemaal mooi en prima moeten worden. Uiteraard, ik weet nog niet hoe het gaat worden, dus ik kan er nog niet veel van zeggen. Maar ja, dat is wel een beetje het ideetje. En hier zo voor heb ik het ook een beetje nog geterraformd. Hi, jij geeft mij ook waardevolle dingen. Dankjewel. En meestal komen er al een aantal extra achter mij aan. Oh, baby zombie. Ik wil die end pearls namelijk wel hebben. Die zijn wel waardevol. Geen andere? Mooi. Mooi, mooi, mooi. Maar ja, we moeten hier zo ook nog eigenlijk een pad gaan bouwen. Ik weet niet waartoe. Hetzelfde geldt voor die andere trouwens. Ik weet ook niet waar die naartoe gaat. Maar ja, weet je, het staat toch altijd wel netjes als je een ingang hebt met een pad daarvoor. Dus misschien hier naar het water. En dan kunnen we hier zo'n klein dok maken of zo. Een soort van aanlegplekje, weet je wel. Kan wel vet zijn. En dan heb ik hier zo verder, zeg maar, om het huis een beetje dit aangesloten. Zodat het er een beetje natuurlijker uitziet. En op die manier, ja, ben ik gewoon verder gegaan. Och, kijk eens aan. Ik ben zelfs al begonnen aan de wat? Ik wou bibliotheek zeggen, maar... Ja. Helemaal geen plannen tot een bibliotheek, maar ik bedoel eigenlijk balkon. En, ja, weet je. Raampje hier zo, plantenbakje hier zo. Dit hier zo, weet je wel hoe je als je op een, weet je, dak... balkon ding zit, dat je van die hogere schuttingen hebt. Nou, dit is een beetje wat ik daarmee probeerde het na te bootsen. Ja, misschien hebben jullie niet een idee waar ik het over heb, maar ik heb wel een idee waar ik het over heb. En het ziet er wel aardig uit naar hetgene wat ik bedoelde. Dit is een dubbele carpet door. Dat heb ik gedaan omdat we hier zo'n twee brede uitgang hebben, omdat we hier een twee brede trappengat hebben. Wat ik normaal gesproken eigenlijk nooit doe. Maar dit kwam er goed uit, want carpets is door. Als je twee naast elkaar zet, dan gaan ze tegelijkertijd open als je er eentje open doet. Dus dat is super vet, dat kunnen we wel gebruiken. En ja, dat is fijn. En waarschijnlijk moeten we nog even een ander houttype vinden voor het balkon hier zo. Want ik bedoel, je kan natuurlijk niet hetzelfde hout binnen als buiten gebruiken, nietwaar. Dat moet even iets anders worden, maar goed. Ongetwijfeld dat we daar wel wat voor vinden. Maar in ieder geval... suggesties, als je die hebt, laat ze achter in de reacties. Ik ben benieuwd waar jullie mee opkomen, zeg maar. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga het hierbij houden voor vandaag. Ik hoop dat je een prachtige zaterdag met tropische temperaturen hebt. En ja, dan zie ik je de volgende keer gewoon weer terug bij VitaBeast Infinity. Laters!